Hoewel het dit jaar precies 260 jaar geleden is dat de vredesovereenkomst tussen de Marons en de Nederlandse regering is getekend, kent de herdenking van de Marondag geen uitbundigheid. De Dag der Marons wordt morgen landelijk herdacht, maar de regering onder leiding van president Chandrika Prasad Santokhi heeft vanmorgen reeds kransen gelegd op het plein van 10 oktober 1760. De culturele organisatie Asomitoto heeft tijdens deze kranslegging een culturele voordracht gehouden. Voor voorzitter Yvonne Vrede hebben de Marons na 260 jaar een echte doorgroei gemaakt. Haar eigen organisatie heeft ook veel werk verzet voor de culturele bewustwording van de Marons. Voor ons betekent het heel veel. We zijn vrij van slavernij. Het gaat goed met ons. Ziet u nu, na 260 jaar hebben we een vice-president, hebben we voorzitter van het parlement. Dus voor ons is het heel goed. Dus het gaat goed met ons. Wij zingen, wij dansen op feestjes, we geven lezingen over een koyo, koosu, samaka huwelijk en zo. En wat betekent jullie naam precies? Onze naam, wij heten dan Asomitoto. Asomitoto betekent vlinder. En in het Okaans is het babi. Vrede vindt het erg dat vanwege de COVID-19-pandemie er geen grote activiteiten kunnen worden ontplooid. Ze had gehoopt dat dit wel het geval zou zijn gezien het 260-jarig bestaan van de vredesovereenkomst. De regeringsdelegatie is vanmorgen na de kranslegging vertrokken naar Pusugrunu, alwaar er een kroetu is gehouden.